Hij gaat zo. Kijk, me aanvoelen. Dus dit staat nergens op. Oh. Zo'n opgestraaien. Dit gaat om trots. Dit gaat om trots. Om eer. Hij heeft de post. Team heeft de post. Missen, abonneer dan op dit kanaal, zet je notificaties aan, laat een like en een comment achter. Doe het nu, gelijk, nu, ja, nu, doe! Welkom bij 4 de 3 Retro Games, waar we oud-Hollandse spelletjes in een nieuw jasje gaan steken. We zijn hier vandaag met de AZ Boys, Pantelis Hatzidiakos en Teun Koopmeiners. Hey! Ja, wat we gaan doen, het is heel simpel. Iedereen heeft Mens Erfenis niet wel eens gespeeld, denk ik. Jullie allemaal. Rollen als je een 4 of een 3 krijgt. Allemaal. Als je een 4 of... Ja, Mike heeft het weer helemaal niet gespeeld. Is dat mijn schuld of moet ik mijn ouders weer schuld geven? Ja. We hebben Mike een uur lang moeten uitleggen hoe het precies werkt. Maar goed, als je een 3 of een 4 gooit, krijg je een vraag. En daar zijn we opgedeeld in twee teams. Team 4-3, Team AZ. En dan moeten jullie opschrijven wie het beste op de vraag antwoordt. Teun begint. Heel veel succes. Is de deur dicht, Thomas? We spelen achter gesloten deuren natuurlijk. Ja. Ah. Wat doe daar voor je? 4. Nou, komt er weer een kleine vraag. Hij gaat zo. Kijk, me aanvoelen. Dus dit staat nergens op. Oh. Hij speelt het. Je hebt gewoon niemand opgeschreven. Ja, hij kan zichzelf niet opschrijven. Hij durft niet. Ideaal is gewoon zo'n bij. Als je gewoon met kerst langs Arne Slot gaat, zie je ook tegen elkaar. Ik ben een grikketje op die bank. Hij schrijft nog steeds niks op. Maar wat is jouw keuze dan? Teun. Ja, waarom dan? Aanvoerder is altijd vriend van de trainer. Ja. Of je al zondag 4e klas speelt of AZ. En? Hoe was Kisbrand? 6 en 2. Klein vraagje. Een klein vraagje. Het houdt niet op zo. Dat is een vraag. Deze vind ik wel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Ja. Je hebt wel echt vertrouwen in mij, hè? Kijk die armpjes. Ik zie wel 50-50, dus ik vind eigenlijk dat we dat gewoon moeten doen. Even laten zien, ja. Maar hij heeft een sterke pols, snap je? 2. Pas nou op mijn bord, man. Zo, die hele tafel die gaat op. Ik hou hem vast, ik hou hem vast. Tim, ik heb hier natuurlijk niets voor niks opgeschreven. Mike, alsjeblieft man. Verdomme. Dit gaat om trots. Dit gaat om trots. Om eer. Hij heeft de post. Tim heeft de post. Dit gaat zo'n lange uitzending worden. Dit gaat zo'n lange uitzending worden. Ja, wel leuk voor. Ga niet voor je liggen. Mike, alsjeblieft man. Ja, til hem op man. Ja, prima Tim. Dat is prima. Hey. Dat was wel close. Dat kwam van gisteren, gast. Ja, ik heb al... Nee, ik wil wel eerlijk spelen. Ik had daarna nog een keer... ik zeg eerlijk. Ik heb niet gezien. Ik heb die overgeslagen. 4. Want van Owen verloor ik ook al. 1, 2. Aangezien het niet zo lekker gaat nog met de AZ Boys... gaan we de regels een beetje aanpassen. De vragen gaan nu over iedereen, in plaats van dat we in twee teams werken. Want dan zijn we ook allemaal eerder bij vrouw en kinderen thuis. Dus leeghuis, hè? Hij moet zijn kinderen nog in bed leggen. Leeghuis. Oh ja, hij moet zijn kinderen nog in bed leggen. Oké, wat is de vraag? Ik zat ook allemaal complot al in mijn hoofd te vertellen. Ik ook. Panta. Ik had Teun. Waarom denk je... Ik denk ik ben op eerdere bank dan jij. Ik ben een Grieken. Ja, we hebben geld nodig. Nee, wat? Ja. Ja, maar die banken zijn allemaal leeg. Maar Grieken zijn druistig. Je moet nadenken. In Nederland zijn vol, hè? Hij denkt gewoon, ik ben Griek, beetje op een bank binnen, boem, ik heb het. Ja, precies. Maar je moet nadenken. Ja, ga jij lekker nadenken. Dat doet hij niet. We gaan erin, we pakken alles, we lopen naar buiten. Ja, ik denk dat Teun wel een beetje zo... Zo sneaky, zo van, weet je wat, mag ik het toilet gebruiken en dan vervolgens alle via het toilet weer naar binnen. Ja, een plafonnetje pakken. Ik kom gewoon binnen, Gangnam, alles gewoon in de zak en dan weg, weet je. Hallo, ik doe de politie op. Hij denkt gewoon meteen agressie, geweld. Agressie naar binnen en hij denkt die bank op van gewoon op nationale tv. Dat kan toch niet, man, even serieus. Nog een keer 6. Of 1. 3. Dat is een vraagje. Maar kijk, dit staat nergens. Hij weet ik ben sterker. Oh, nee. Maar het gaat niet. Met we trainen altijd samen, hij weet het. Worstelen gaat niet weer sterkste is. Gewoon... Ja, maar kijk, dat is weer, er komt die druistige Griek weer naar voren. Er komt die druistige Griek weer naar voren. Ja, ik kan niet zo doen dat het in mijn bloed zit. Dat ik gewoon, heb je nooit gehad. Hij denkt dat druistig altijd de beste optie is. Voor bank overvallen, worstelen. Ja, dat kan helemaal niet, man. Het gaat niet wie het sterkste is. Nee, niet de sterkste, wie het slimste is. Ik kan het niet zeggen wat ik denk op tv, man. Grieks is worstelen. Ja, zeg maar, leg eens even uit aan hem. Dus Grieks van mij is worstelen. Kom niet met die Olympische Spelen met ballen. Tuurlijk, Zeus. Olijfolie, ja. Olijfolie? Wat heeft dat ermee te maken? Dan daar insmeren, snap je? Hij denkt dat hij weer sterkste. Hij kan me niet pakken als je... Ja, tuurlijk. Maar hoe zat dat dan? Niet meer te beledigen uiteraard. Want, maar gewoon... Ja, puur op uitstraling, bedankt. Ja, volgens mij, ja. Ik denk het gewoon. Verdedigertje. Jij bent meer van de techniek. Nou, hij is meer van de... Ik ben vuil, ik wil bloed zien. Ik ben 10 kilo meer dan die jongen. En dan maakt niet uit, kijk, gaat als je worstelt, hij mag niet eens in mijn gewichtsklasse meedoen, hè? Met worstelen, dat is het uiteindelijk zijn. Ik kan niet zeggen dat jij dik hebt. Nee. Hij mag niet eens in die gewichtsklasse komen. Oké, ik denk dat er maar één oplossing is, hè? Op tafel? Ja, op tafeltje. We hebben al een sprintbattle, hè? Een worstelwedstrijd. Oh, kijk. En gaat hij al. Duurde koor. Moet weer gemolken worden. Help je ook niet. 4. Lek. Oh. En die vraag erachter. Kijk, hij wil net op die Griekse nationaliteit in. Je weet hoe Grieken zijn. Ja, we zijn trots. Zijn jullie trouw aan je club? ADO. Nou, weet je wat het is? Als je trouw aan ADO blijft, dan heb je echt een leuke zonde. Lijp trouw aan ADO. Ja, als je nu nog ADO support dan. Ja. Ik had Mike, omdat ik mezelf ken ook een beetje. Ik ben redelijk neutraal, omdat als je echt een ADO-fan bent en je wilt elke zondag, dan moet je echt goed met teleurstellingen om kunnen gaan. En dat kan ik gewoon niet. Dat kan ik gewoon niet zo. Dus wat jullie zeggen klopt niet, hè? Dat staan we jullie. Hè? En weet je wat het mooie is? Ik kan dit er gewoon uitknippen straks. Oh. Dus, ja. Ik ga eerlijk zijn, hè? Hier ga ik eerlijk zijn. Ik zeg nu, ik ben eerlijk. Ja, schrijft hij alsnog zichzelf voor. Ja. Ik voel het echt aan alles. Ja? Niks. Dit moet ook geshowd worden. Nu gaan we het gaan afstellen. Ga jij het uit? Teun. Ja, spring. Ja, zoals bij Arne Slot, ja. Ideaal is gewoon zo. Nee, dan weet dat, ja. Zo ziet hij ook eruit. Zo is hij ook. Hij is echt zo, ik denk... Ja, hij is heel... Ik over hem. Glad. Gewoon kijken. Ja. Hij hoeft niet eens te kijken, volgens mij. Denk je dat hij ook naar zo'n discotheek dan ook zijn aanvoerdersband draagt? Maar die, zeg maar voor, hoe zijn die, al die kleurtjes erop, hè? Ja. Die, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij een soort sluipschutterachtig iemand is. Die gewoon... Maar gewoon... Eerst vrienden worden en dan eigenlijk heel snel van... Ja, hij is gewoon heel relaxed. Hij pakt het... Ja, een beetje hoog. Ja. Gewoon een beetje gewoon aan de eerste. Hij pakt heel relaxed op en ja, hij is niet to the point, weet je. Gewoon relaxed. Hij laat op zich afkomen. En ja, gewoon mooie baardjes ziet het. Hij is ook zichzelf. Ja. Hij investeert wel echt in zichzelf, dat wel. Dankjewel. En hij is lang. Altijd, hij doet altijd extra buikspiertjes. Ik weet niet waarom, maar hij doet altijd extra buikspiertjes bij de club. Dan gaan geruchten er rond. Ja, daar gaan we er rond, ja. Maar ja. Mike, we zijn niet genoemd. Dat is zo even... Nee, maar logisch, weet je. Al strijd je tegen twee voetballers, dan... Ja, ik dacht misschien gaat er nog iemand voor innerlijk, weet je. Maar... dus, het nou, is... dan komen we nog steeds niet bij jou uit. Oh. Je was onder de gordel, hoor. Oké, ik ga gewoon gooien. Oh, heel veel gevuurd. Geen regen, maar dit loopt niet lekker. 2. Is dat ook een vraag? Jo, ik ben niet eens groen, joh. Ja, ik dacht... Zo van zijn apropos door die opmerking. Ja. 4 uur later. Ja, daar is hij. Gefeliciteerd. En nog een vraag. En nog een vraag. Ja, 4 is ook nog een vraag. Ik geef gewoon weer antwoord als beste vriend. Ga je jezelf opschrijven? Ja, je schrijft gewoon jezelf. Als beste vriend. Hij zit goed uit. Weet je, vol liefde. Daarom ik incasseer hem voor mezelf. Dat doe ik niet moeilijk ook. Ja. Maar jij hebt gewoon een make-over gehad? Of niet? Ik vond een make-over gehad, maar ja, nog een puntje op deze, zeg maar, de rest van mijn tanden misschien ook nog. Nee, maar het was wel, ik vond het wel grappig. Ik kon het wel hebben. Het is goed, Kate Moss look. Zo moet je doen. Ja, was, weet je, ja, tegenwoordig jongen, ik had binnen 3 dagen had ik gewoon weer nieuwe tanden. Dus ik maakte me echt geen zorgen. Dus die overwinning was heerlijk. Maar het deed, ja, lekker. Maar deed het pijn? Nee, het deed geen pijn. Dit? Dat is beter bij de tandarts. Dus eigenlijk ben je gewoon in een wedstrijd je tanden eruit laten koppen. Dan laten trekken bij de tandarts. Ja, denk het wel, ja, serieus. Hij was niet volledig eruit, dus... Ja, het was wel... was niet zo pijnlijk. Maar ja, ik kon het wel... Ik kan het wel hebben, ja. Ik wist gelijk. Ik zei volgens mij ook tegen hem, ik maakte gewoon een geintje. Hij stond erbij. Ik stond op 2 meter, ik kon erbij. Ik ging helemaal stuk. Hij gaat helemaal stuk. Ik zeg tegen hem, en zie ik nog goed uit of niet? En dan zo... Dat was die foto dat ik altijd doe in de kleedkamer. Dat, ja, dat is toch, dat, ja, dan ga je toch niet zeggen van, oh, gaat het? Nee, het is gewoon elkaar gewoon... Ja, hij stond niet met de mond vol tanden in ieder geval. Ja. Oh. Dat is wel echt een jammer eind. Dat is gewoon die humor. Die humor, die verander ik ook, Mike, ja. Nou, het zit erop. Teun, schitterende overwinning geboekt. Ja, hij heeft eigenlijk iedereen wel eens hielen laten zien. Ik ging echt zo hard. Even een varretje bijpakken, vind ik. Er zijn toch ook wel weer dingetjes te weten gekomen. Dit was 4 de 3 Retro Games. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben, te commenten. Bijvoorbeeld met Mike een keer wel afspreken. Dat kan gewoon, dat kunnen we regelen. Laat even je contactgegevens achter. En kun je gewoon die chickflick gaan kijken hier al, hè? Samen met de stevige bank. Ja, dat wordt goed. Netflix en chill. Bedankt, we zien jullie de volgende keer. Thanks.